Welkom bij deze uitsturing van Mijn Talent, Dien Talent. Een programma waar twee talenten elkaar talent overnemen. Hjoed zorgen we bij een bakker en een fotograaf. Ben je hem extra benijd? Wat zei je van bakken zullen? Ik ben Marcel Bosboom, ik ben 19 jaar oud en ik studeer fotografie. Ik heb in New York gewoond voor een half jaar en in Londen. Het was echt heel leuk, heel veel inspiratie opgedaan. En ik ben heel erg benieuwd wat ik vandaag voor tegentalenten ga moeten en wat ik zal moeten doen. Ik ben Marco Lenes, ben 22 jaar. Ik ben hier op een jaar. En we zijn hier nu in de bakkerij van mijn hart en mem. Dat had ik maar mijn talent maken. Ik ben namelijk bakker. Mijn beste prestatie is Nederlands kampioen en ik ben zesde van Europa. Dit is het moment dat het talent nog wel moertje. Wat zullen zij vinden van het talent van de oor? Ik geef ze nou roppen. Kom maar. Hoi. Hey, Marcel. Marco. Oh, een echte bakker zie ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja, fotograaf. Ja. Klopt dat? Fotograaf in een bakker? Ja. Oké. Okay. Wat vies van dat zang die een bakker wist van even? Ja, dat lijkt me wel eens een keer leuk. We zullen zien of je het kunt. Ja. En fotograaf? Is het als jij die in? Nou, ik wil ook weer foto's maken, maar professioneel dan nooit. Nou, we zullen het eerst zo meteen. Oké, nou Marco, dit is Itzke, dit is het model voor vandaag. We gaan een paar foto's maken hier in de studio. Dat is een beetje het opdrachtje. Nou, is goed. Ja? Ja, gaan we doen. Ik zou even uitleggen wat het verschil is tussen diafragma en sluitertijd. Kijk, je kan het wel horen als je klikt. Gaat heel snel, hè? Ja. Als je, er staat hier 200. Dat houdt in dat het een 200ste van een seconde is. En het andere belangrijke is het diafragma. Als je hoger grootte doet, dan kan er dus meer licht doorheen. En heb je minder lange sluitertijd nodig. Nou Marcel, welkom bij ons in de bakkerij. Ik weet niet wat er rijk is, maar je moet natuurlijk eerst even omkleden, dus alsjeblieft. Oké, nou, zal ik me even omkleden. Ik heb de ingrediënten nog vast voor jou bij je. Ik heb boter, suiker, mol, ammonia en oranje snippers. En wat is mol? Dat heb je hier. Ik zou zeggen, probeer dat. Ja, dankjewel. Kan. Dit is wel heel dik. Ja, dat is op zich wel goed hoor. En met deze lens moet je scherp staan. Moet je maar eens heen kijken en dan aan dit ringetje draaien. Nou, ik vind deze heel mooi. Ja, dit is mooi hè. Eerst kijk, eerst door die handen in het hier hoor. Dat is ook. Ik word hier nog goed hè. Nou, ik word de zoeken er maar in. Okay. Ja, dan hebben we er een mooi stuk voor mij voor u er allemaal zien. Zodat er onder trok kan. Pak ze gewoon op. Ik heb er al iemand bloem voor u onder trok. Die heeft een mooie rechte plak. En druk ze met een plak. Ja. En dan goor ze. Doe maar op. En nou door. Ik ga het proberen. Nog in je voor, doen we de amandelspijs op. Gewoon een spuitzak. En de spuit is mooi op het randje. Mooi lang op het randje. Als je hem iets tinder dan, iets. Ja? Dus wat minder lang bezig. Hoe vond je het gaan?
Wel moeilijk, want er komt heel veel soort machine wat ik net verwachtte hier, maar al die flitsensnelheden en die reflexen en zo. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik heb nog wel een paar tips voor je. Als je straks foto's gaat maken van een model met een glamour jurkje aan, dat je echt goed kijkt hoe het licht reflecteert op haar jurkje en de ogen moeten goed scherp zijn. Je kan bijvoorbeeld een lamp achter haar hoofd zetten, zodat haar haar van achter op ligt. Dat is heel mooi. Nou, dat soort dingen kan je allemaal uitproberen. Maar ik vond ook dat ze een goede ding heeft. Je bent erg leergierig en dan word ik graag alles weten. Dus dat is een goede eigenschap in de bakkerij. Het eerste wat ik wel voelde is dat het iets preciezer was. Het zag best wel simpel uit, maar als je dat moet doen, dan valt het toch wel tegen. Maar ja. Dan kijkt hij altijd aan, ik wil leren. Ja. Oké, Marco, ik denk dat jij zo wel klaar bent voor de eindopdracht. Ik heb ook mijn assistent, die heeft even een paar andere kleren-outfits voor dit model geregeld. Dus dan kan je even uitkiezen welke je het beste bij het model vindt passen voor jouw eindopdracht. Als het een glamourfoto was, dan zou ik deze kiezen. En als het een hippe, nonchalante foto was, zou ik deze kiezen. Er is nog een beetje van die doorhoudje. Oh. Ja. Hartstikke mooi. Nou, dan geven we het nou aan, maatje. Ik heb hier een spuitje met crème. Ik zal even voortdoen om eventueel op spuitje. Of de eigen ideeën heeft, maar dat natuurlijk. Ja. Geen probleem. En dan maar zo. Hoe is die voor jou? Ja, die is lekker. Is tevreden? Ja, tevreden. Jongens, ik vind dat je met hartstikke goed dien hebt. Maar ik ben natuurlijk net degene die het beoordeelt. Dus Marcel, wat vist over Marco's zien fotografiekunsten en welke medaille was er daarvoor? Nou, ik vond dat het voor de eerste keer best wel goed deed. Maar er waren alsnog wel een paar verbeterpuntjes. Okay. Dus ik geef hem zilver. Nou, kijk eens aan, jongen. Ja, dankjewel. Nou, gefeliciteerd. Ja, bedankt. En Marco, wat moest je van Marcel zien bakkunsten? Ik ben hartstikke tevreden hoor. Alleen nog, het oude maatje vind ik mij net precies genoeg. Dus ik vind dat hij daar nog zich op kan verbeteren. Dus de volgende keer krijgt hij misschien goud, maar ik ben ook voor zilver. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, nou, en Marco krijgt het ook. Krijgt de oranje koek wel mooi. Deze oranje koek smaakt poer best. Krek als de aflevering die ik erg smaakvol wie. Wat voor talenten zullen we oren wieken op je boord krijgen? Ondan. Het mooie aan 4 vind ik dat wij elke keer proberen verder te springen.